Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van mei laten zien. De maand is weer voorbij gevlogen en dat betekent dat ik weer eventjes ga laten zien welke producten ik dus heel erg fijn vond van de maand mei. Mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik absoluut een aanrader vind, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een mascara en dat is de Boost Up Volume & Lash Boost Mascara van Catrice. Dat is deze. Het is de oranje variant. Deze mascara's die hebben een soort rubberen huls. Dus het is niet echt van plastic. En aan de ene kant vind ik het heel mooi. Maar aan de andere kant ze worden wel heel snel vuil. Dus dat is wel een minpuntje. Maar goed, het gaat natuurlijk om het product wat erin zit. Wat ik ook heel bijzonder vind is dat hier op de dop zit de ingrediëntenlijst en meestal zie je die bij mascara's niet terug. Het is dus een mascara die volume belooft en ook je wimpers zou langer maken. Deze mascara die belooft dat in 4 weken te doen. Dit is het borsteltje. Het is niet mijn favoriete borsteltje, maar op zich bracht de mascara er prima mee aan. Het is ook niet echt een typische mascara geur, want er zit dus... Even kijken hoor. Er zitten dus voedende ingrediënten in. Dat is dus apricot kernelolie. En er zit dus ook een White Lash from Sardena extract in. En ik moet zeggen, de mascara die gaf echt volume. Ik zag echt verschil bij het wel of niet dragen van de mascara. Dus dat vond ik echt een groot pluspunt. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik kreeg nog niet het resultaat wat op de website van Catrice vermeld wordt. Want die dame die had echt wimpers. Nou, daar zei je u tegen. Dat resultaat kreeg ik niet. Maar ik zag wel echt wel degelijk dat de mascara wat deed voor mijn wimpers. En dat ze echt wel veel volume gaven. Eén minpuntje vind ik wel aan de mascara, hij separeert niet. Dus het is wel een beetje, je wimpers die worden aan elkaar geplakt. Waardoor je een beetje een spinnenpoten effect kunt krijgen. Ik ben zelf iemand, ik breng maximaal 2 laagjes aan. Want ik vind toch, als ik meer laagjes ga aanbrengen, dan wordt het zo hard en dik op je ogen. En dat vind ik zelf niet fijn. Maar verder vond ik hem heel fijn. Alleen jammer dus dat hij niet separeert. Maar verder kan ik hem zeker aanraden, deze. Dan heb ik een oogschaduwpalette en deze is van de Primark. En dit is het PS Starry Eyes Eyeshadow Palette. En het leuke is, deze heeft een 3D verpakking. Op de achterkant zie je ook een plaatje met de kleuren die erin zitten. Het palette is ook vegan voor de mensen die dat willen weten en ook cruelty free. Dus dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Nou, dan ga ik het palette even openmaken. In het deksel zit een spiegeltje, wat ook altijd fijn is. En dan zijn dit de kleuren. Het zijn misschien niet de uniekste kleuren die in een oogschaduwpaletten zitten. Want ik weet dat heel veel oogschaduwpaletten hiervoor kiezen. Je hebt matte en glinsterende finishes. Ik ga even een paar kleuren swatchen, zodat je ook even een idee hebt wat de pigmentatie is. Die ziet er zo uit, maar is heel goed op te bouwen. Dus je kunt de kleuren echt heel mooi opbouwen. Dat vond ik echt een heel groot pluspunt. De kleuren zijn goed te blenden, brengen ook makkelijk aan. Dus je kunt er echt wel hele leuke looks mee maken. Dus ik was zelf wel heel erg onder de indruk. Nogmaals, het zijn niet de uniekste kleuren die je in een palette vindt. En de kleuren moeten bij je passen. Maar ik vond het zelf wel een heel fijn palette. Eigenlijk ook heel, heel betaalbaar. En dat vind ik zelf altijd ook wel heel prettig. Want sommige paletten die zijn gewoon best wel duur en soms niet eens heel goed. Maar dit palette was goed en betaalbaar. Dus ik ben er wel heel blij mee. Ik vind het in ieder geval een heel erg leuk paletje deze. Dan heb ik een kleistick. En dit is, het heet eigenlijk kleistick. Daarom begon ik ook met klei. Dit is een gezichtsmasker. En deze heb ik bij de Action gekocht. En dat is deze. Je hebt deze dus ook nog in andere varianten. En daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Dit is de variant met rose water. Rose water. Deze belooft te hydrateren en een radiant effect te geven. Als je hem uit de verpakking haalt, krijg je dus gewoon een stick. En je kunt deze heel erg makkelijk aanbrengen, want je kunt deze op je huid rollen. Nou, kijk. Hij ruikt ook zo lekker. Je draait de stick gewoon omhoog. Dan is hier het masker. Die breng je aan op je gezicht. Ik kan hem even swatchen, maar je ziet het niet echt. Je ziet een beetje een witte waas.
ga ik wel even gelijk weghalen, want dit wordt natuurlijk hard. En dat wil je niet, want dan krijg je een soort klei geheel op je hand. Nou, dat hoeft nu niet. Ja, het aanbrengen is dus heel makkelijk, omdat je niet, omdat je hem gewoon kunt aanbrengen vanaf de stick. Dan laat je hem 15 tot 20 minuutjes zitten en kun je hem afwassen en zou je huid heel zacht aanvoelen. Ik merkte echt dat mijn huid heel zacht werd van dit masker. Mijn huid voelde heel lekker aan, heel zacht, ook heel verzorgd. Gewoon het frisse gevoel van het rosewater wat erin zit. Ik vond hem echt heel erg fijn. Ik wil zeker nog gaan kijken naar de andere varianten, want ik vond deze echt fantastisch. Echt een aanradertje. Ja, en ze zijn ook helemaal niet zo duur en ze zijn ook vegan. Dus echt een heel fijn kleemask. Dan heb ik een lippencil. En dat is deze. Het is een Soft & Precise lippencil van Essence. Dit is de kleur 23 Popular. Nou, het is eigenlijk een heel basic lippotlood. Het heeft gewoon de punten die je zelf moet slijpen. Normaal ben ik er niet heel erg fan van. Maar dit is de pigmentatie. Maar ik vond hem er op mijn lippen gewoon heel erg mooi uitzien. Hij zag er echt heel goed uit. En je zag echt het verschil met het aanbrengen. En ik vond gewoon dat hij mijn lippen ook iets voller maakt. Dus dat vond ik heel fijn. Ik ben normaal wel meer fan van lippotloden die je omhoog kunt draaien. Omdat de textuur wat anders is. Maar deze beviel me eigenlijk toch wel heel erg goed. Ik heb er al meer van geprobeerd. Dus deze vond ik ook heel fijn. En de kleur vond ik heel erg mooi. Dan heb ik twee illuminating powders van Essence. En het zijn de Kissed by the Light poeders. En ik heb ze dus in twee kleuren. Allereerst 01 Star Kissed. Dat is deze. Die ziet er zo uit. Ze hebben een soort schelpen effect aan de binnenkant. Wat ik er heel mooi uit vind zien. Ik ga eventjes een heel klein zwartje maken. Het is een beetje lastig om deze goed te zien. Dus ik denk ook niet dat hij het heel goed doet op mijn hand. En op mijn gezicht zag ik hem wel. Maar met zwartje vond ik hem ook voor de foto's best wel lastig. Dit zijn dus producten die je voor meerdere doeleinden kunt gebruiken. Je hebt dus een kleine blush, een kleine bronzer en dus een highlighter. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de producten afzonderlijk van elkaar gebruikt en de highlighter sprong nu wel echt uit. De andere producten heb ik los geprobeerd, dat was niet een heel groot succes. Daar vond ik het ook een beetje dubbel of dat ik het product heel fijn vond. Maar ik denk gewoon dat ik hem anders moet gaan gebruiken door de kleuren echt te mengen. En dat ik hem dan wel met meer pigmentatie te zien krijg. Want de highlighter was echt perfect. Maar deze kleuren vielen nog een beetje weg. Maar als je ze met gewoon bij elkaar gebruikt, zie je de kleuren veel beter. Het zijn wel hele leuke producten, maar er zit een klein gebruiksaanwijzingje bij. Ik heb hem dan ook in de kleur 02 Sun Kissed. Dat is dan deze. Ja, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Kijk, ook weer zo'n mooi schelpenpatroon. Ik ga hem weer eventjes dubbel zwartje. Kijk, deze zie je dan al ietsjes beter. Maar op je gezicht is het wel makkelijker te zien. Maar ik vond de highlighters vooral dus echt heel uitspringen. De andere producten moet je echt een beetje mee spelen. Maar ja, ik vond ze op zich toch wel heel erg fijn. Dus dat vond ik wel, wel leuk. Dus twee hele leuke illuminating powders. Dus dat zijn deze. Dan heb ik een wenkbrauwproduct. En deze is van het merk Soda. Die komen dan in een doosje. Er zit dus ook altijd een heel schattig stickertje bij. Met of een velletje bij met stickertjes. Maar het gaat natuurlijk om het product. Ik heb deze in de kleur 004 Jane. En dit is dus een product die je kunt gebruiken voor je wenkbrauwen. Je krijgt aan de ene kant dus een spoelie. Ik gebruik deze zelf eigenlijk nooit omdat ik zelf een hele fijne spoelie heb die ook niet te hard is. En dan is dit het product. Het is een beetje schuin afgesneden. Waarmee je dus je wenkbrauwen kunt inkleuren. Ik moet zeggen, de kleur paste eigenlijk goed bij mijn wenkbrauwen. Ik probeer hem eventjes een beetje te swatchen. Kijk, dit is het. Dan denk je misschien, het is een hele donkere kleur. Maar mijn wenkbrauwen zijn van zichzelf al vrij donker. Dus ik heb ook altijd wel de wat donkerdere kleuren.
En ik vond het verschil wel echt heel erg mooi om te zien. Je zag echt wel goed dat er goede kleur van afkwam. Kon mijn wenkbrauwen er goed mee inkleuren. Dus dat was wel heel fijn. Dus dat is de Wow Brow Flat Brow Liner van Soda. Dus dat is deze. Ik ga even kijken wat er allemaal onderin zit. Dat valt nog mee. Het zijn niet zo heel veel producten meer. Ik heb dan nog een oogschaduwpalette van Essence. En dat is het Don't Worry Be Mini Eyeshadow Palette. En dat is deze. In een mooie verpakking. Op de achterkant zie je ook de kleuren met bijpassende namen staan. Het is dus een heel klein paletje die ook heel makkelijk is om mee te nemen. Hij gaat ook heel leuk open zo. Kijk. En dan is die open. Je krijgt vijf kleurtjes vind ik. Want dit zijn de kleuren. Ik moet wel zeggen, er zijn natuurlijk niet heel veel ooglooks mee mogelijk. Maar de pigmentatie is wel heel goed hoor, van dit paletje. Je kunt er echt wel leuke kanten mee op. Dit is de pigmentatie. Op mijn hand ziet hij er weer niet zo heel goed uit. Maar op mijn oogleden zag ik hem echt heel goed terug. Ik vind het een leuk paletje. Ik denk ook dat het een heel handig paletje is voor misschien de vakantietijd die er weer aankomt. Dat je gewoon een klein paletje bij je hebt die je gewoon makkelijk kunt gebruiken als je dat wil. Dus ja, wat dat betreft was het gewoon een heel mooi paletje met mooie pigmentatie, leuke kleurtjes. Het zijn een keer wat andere kleurtjes, want de kleurtjes zijn natuurlijk wat donkerder. Maar je kunt er wel een hele leuke look mee maken. Dus ik vond hem toch wel fijn in gebruik. Dan heb ik van Essence de Glow To Go Luminous Blush Papers. Dit zijn 30 blushpapiertjes en die komen in zo'n doosje. Hij heeft de naam 10 You Make Me Blush gekregen en dit zijn dus gewoon blushpapiertjes. Ik vind het al heel leuk die teksten die hier staan. Hello, my little star. En dan heb je hier What's Your Glow For Today. Dus dat ziet er allemaal heel leuk uit. Als je hem dan openmaakt, krijg je hier de papiertjes. Zoals je kan zien, ik ga er even eentje voor je pakken om te laten zien. Je hebt dan zo'n papiertje. Je ziet dat deze dan gebruikt is, want hier is zeg maar het van af. Ik zal ook eventjes hem openmaken. Kijk, want zo ziet zo'n papiertje eruit voordat je hem gebruikt. En dan heb je dus gewoon een papiertje waarmee je over je gezicht kunt gaan. Ik ga hem even swatchen. Want kijk, dit is de pigmentatie. Die is echt heel goed. Ik vond hem als blush een beetje te heftig. Ik vond hem als blush een beetje te glimmend. Maar toen ging ik hem gebruiken als highlighter en dat vond ik echt fantastisch. Ik was echt heel erg onder de indruk dat zo'n papiertje zoveel glow kan geven. Het heeft natuurlijk dan wel een roze ondertoon, maar ik heb ook wel highlighters met een roze ondertoon. Dus dat vind ik helemaal niet erg, maar ik was echt wel heel erg enthousiast dat hij zoveel pigmentatie gaf, zo'n papiertje. Dus ik was wel heel erg enthousiast, maar niet dan als blush, maar wel als highlighter vind ik hem echt fantastisch om te gebruiken. Dan heb ik een Super Prime Mascara Base van Catrice en dat is deze. Dit is dus zo'n basis die je kunt aanbrengen voor je gekleurde mascara eroverheen aanbrengt. Hier zit castorolie in, dus je wimpers worden ook al meteen verzorgd en dat is echt super fijn. Nou denk je alleen dat hij heel erg wit wordt. Want als je het borsteltje ziet, kijk, het is een heel fijn borsteltje, zie je dat de vezels wit gekleurd zijn. Deze ruikt dan wel weer echt puur naar mascara. Toen ik hem aanbracht, toen zag ik eigenlijk heel weinig gebeuren. Dus ik dacht, hè? Hoe dan? Ik zie niks. Maar je moest heel goed kijken, dan zag je dat je wimpers een paar witte pixeltjes bevatten. Maar het was niet dat je hele witte wimpers kreeg. En dat was ik altijd gewend bij mascara basis. Nou, toen ging ik mijn mascara daarna aanbrengen en ik dacht echt, wauw, je ziet echt wel heel erg veel verschil. Want zelfs een mascara die ik gewoon normaal gebruik, die niet per se heel veel volume geeft, die werd nu ineens echt, die gaf echt heel veel volume. En ik dacht, hoe dan? Komt dit gewoon puur door die mascara basis? Ja, je wimpers worden dus geprimed. Maar ik merkte dus ook dat de mascara die ik ernaar aanbracht ineens super veel volume gaf. Dus daarom was ik wel heel erg enthousiast. Want ik heb al vaker mascara basis geprobeerd. Die vond ik dan helemaal niks. Maar deze vond ik echt super fijn. Dus dit was echt een aanrader.
Nou, dan heb ik ook nog een product, maar daar ga ik niet te lang bij stilstaan. Daar heb ik een uitgebreide video over opgenomen. Mocht je die willen terugzien, ik zal de link daarvan even in de beschrijving zetten. Dat is namelijk de Lipstick Collection van Max & More. Dat is deze doos die ik bij Action heb gekocht. Waar dus 6 kleuren lipstick in zitten. Je krijgt 3 kleuren, maar die zitten er dan 2 keer in. Dus dan zit er 1 kleur die is wat donkerder, de andere kleur is wat lichter in. Ik zal er nog even 2 kleurtjes uitpakken om te swatchen. Maar wat ik zeg, ik ga er niet te veel over uitweiden. De verpakkingen zien er verder van de lipsticks wel een beetje goedkoop uit. Het is allemaal plastic en dat soort dingen, maar dat maakt op zich niet heel veel uit, weet je. Het is natuurlijk, als je de laatste tijd hebt gezien wat Action verkoopt, denk je wel, dit oogt een beetje goedkoop. Zo zien de lipsticks eruit. Ze zijn wel mat. Maar blijven heel goed zitten. Dus ik heb hier eventjes een kleurtje. En dan zal ik nog even een kleurtje naast doen. Zodat je even een idee hebt wat hij dan doet. Ik had nu Lover en ik heb Total Flirt. Maar net wat ik zeg, in de video heb ik het uitgebreid uitgetest. Dit zijn de swatches. Ik vond het fijne lipsticks. Ik zeg er altijd bij, het moeten kleuren zijn die je bevallen. Je krijgt rood, roze en nude. Dus het moeten wel kleuren zijn die bij je passen. Als dit niet het geval is, dan houdt dat natuurlijk een beetje op. Maar ik vond het echt een hele fijne lipstick set. Voor een klein prijsje, leuk om cadeau te geven. Dus ik was zelf wel heel erg enthousiast over deze lipstick set. Het laatste product wat ik heb, dat is dan het Benvenuta Aroma Eyeshadow Palette van Essence. En dat is deze. Deze heeft weer zijn QR-code. Die zal ik even scannen, weet je niet. Want dan krijg je dus een heel leuk filter. Ik ga hem even scannen. Dan word je doorverwezen naar Instagram. En dan krijg je dus een filter. Nu zie je een scooter. En daar zie je nu mijn camera op. Maar normaal als je daar dus zelf achter gaat zitten, krijgt er een paar oorbellen in. Ik zal hem even afdrukken. Oké, let niet op de foto. Ik zie er niet uit. Maar dan lijkt het dus alsof je op een scooter zit en door Rome reist. Dus dat is wel heel erg leuk. Dat is gewoon een extraatje wat je krijgt bij dit palet. Het is een palette met een spiegeltje aan de binnenkant. Super fijn, super leuke kleuren. Heel anders. Heel leuk. Er zit in het ene oogschaduwkleurtje zit een ijsje gedrukt en de ander een soort bloemetje. Dit is het oogschaduwpaletten. Het zijn echt leuke kleuren, vind ik zelf. Ik vond het zelf echt heel erg leuk. Ik ga er weer even een paar swatchen uiteraard. Het zijn weer hele andere kleuren als die ik straks liet zien. Dit zijn de kleuren. Leuk ook zomer, herfst gerelateerd. Of herfst, zomer, lente, zomer gerelateerd moet ik zeggen. Ik vind het echt hele leuke kleuren. Je kunt er leuke ooglooks mee maken. De oogschaduw brengt fijn aan. Is goed te blenden. Ook goed op te bouwen. Dus ja, je kunt er echt, wat dat betreft, je kunt er echt wel goede ooglooks mee maken. Ik vind het ook gewoon altijd heel tof dat de print aan de binnenkant doorloopt. Ja, echt een heel erg mooi palette. Met goede pigmentatie. En het ziet er natuurlijk ook prachtig uit. En ja, dat filtertje is gewoon een leuk extraatje wat je krijgt. Dit palette ben ik ook zeker heel enthousiast over. En ga ik lekker vaak gebruiken. Want ik vind hem echt super leuk. Dan waren dit mijn favoriete producten van mij. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt getest. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video nieuwsgierig bent geworden naar producten uit deze video. Laat het zeker even weten in de comments. Ik ben in ieder geval heel erg blij mee. Mijn mandje is weer leeg, dus er kunnen weer nieuwe producten in. Dat is ook altijd fijn. Ik ga deze producten weer lekker toevoegen aan mijn stash. En dan kan ik ze weer lekker vaak gaan gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video te mogen zien. Doei!